Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Guido Fox Book Reports. En vandaag een heel klein boekje van Sri Ramana Maharshi. Wie ben ik? Deze man is het. Verlicht. Hij was al verlicht op zijn 14e, had ik gelezen. Dus heel bijzonder. Hele bijzondere man. Een verlicht mens. En hij heeft een heel klein boekje geschreven met kernachtig wat belangrijke dingen. Dus die wil ik graag met jullie doornemen. Dus wie ben ik van Ramana Maharshi? De weg naar inzicht en bevrijding. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie zin, hè? De weg naar inzicht en bevrijding. Allereerst, een belangrijk uitgangspunt is... alle wezens streven naar permanent geluk. Iedereen wil uiteindelijk permanent geluk. En daar heeft hij het over het zijnsgeluk. Dus over ons diep intrinsiek geluksgevoel. Dus niet de achtbaan emoties van haha, we gaan naar de achtbaan en naar het pretpark en dat is allemaal leuk en fijn. En daarna gaan we weer naar ons werk en dat is minder leuk. Nee, echt de langdurige, diep intrinsiek geluk. Daar is elk mens naar op zoek. En eigenlijk wat eronder schuilt is dat onze ziel daar eigenlijk altijd naar streeft. Onze ziel wil automatisch verlicht raken. En als je kijkt naar de evolutie van de mens, dan stijgt dat consciousness level rustig omhoog. Maar pas over miljoenen jaren zullen wij met z'n allen verlicht raken. Maar religie en spiritualiteit is de shortcut. Dus we kunnen door middel van religie, is eigenlijk heel revolutionair, kunnen we sneller dat diepe intrinsieke geluksniveau vinden bij onszelf. Waardoor we dus een afsnijroute bewerkstelligen. En dat is eigenlijk wat religie is. Wat spiritualiteit is. Dat is eigenlijk niets anders dan het streven naar een shortcut. We kunnen sneller enlightenment worden. We kunnen sneller verlicht raken. Dus elke religie op aarde is daar eigenlijk op geïnd. Sneller verlicht raken dan de evolutie van de mens voor ogen heeft. Dus het is revolutionair eigenlijk, hè, religie. En dat is een fascinerend inzicht, denk ik, om daarin mee te nemen. Dat spiritualiteit iets revolutionairs is. We willen iets doen wat normaal pas over miljoenen en miljoenen jaren zal ontstaan. Verlichting. Maar het is natuurlijk mooier als heel de mensheid binnen 2 jaar verlicht zou zijn. Dan zouden we dus van heel veel maatschappelijke problemen zouden we kunnen tackelen daarmee. Dan heb ik het alleen nog wel voor bijvoorbeeld criminaliteit. We zullen veel minder drugs gebruiken. We zullen veel minder onbewust handelen, waardoor we zomaar iemand neersteken ofzo. We zouden een veel vredelievende samenleving krijgen als iedereen eerder verlicht zou raken. Dus het heeft ook iets goeds, hè, om tegen de natuurlijke principes dan in te gaan. Wie ben ik? Dus onze ziel, hè, die wil verlicht raken. Dat is automatisch gegeven. En de mens wil daardoor, die streeft naar permanent geluk. Maar jij bent... Iedereen zegt, wie ben ik? Die gaat altijd kijken naar karakteristieken. Of wie ben ik? Ik kan heel goed rekenen. Of ik ben heel goed in taal. Dat ben ik. Maar wie ben ik heeft eigenlijk te maken met het zijnsbesef. Het gewaar zijn gelukzaligheid noemt hij dat. Wij zijn het zijnsbesef. Hij noemt dat wij niet de denkende mind zijn. Wij zijn niet de mind. Wij zijn niet het lichaam. Wij zijn het zijnsbesef. Dus wij zijn de river of bliss consciousness. Dus wij zijn die consciousness river. Dat zijn wij. Wij zijn niet onze mind. Wij zijn niet ons lichaam. Wij moeten dat identificatieproces loslaten. En dat is uiteindelijk het ego ook weer loslaten. Daar heb ik al uitvoerig in andere video's over gesproken, over het werken van het ego en de mind en het lichaam. Maar de kern is dat wij het zijnsbesef zijn.
en dat wij niets anders zijn dan dat. En als iedereen beseft en iedereen voelt dat hij het zijnsbesef is, zijn we allemaal eigenlijk gelijk. Zijn we allemaal diep in ons wezen gelijk aan elkaar, met uiteraard andere eigenschappen en andere uiterlijkheden en andere persoonlijkheden. Maar in wezen zijn we allemaal, vanuit onze stam, zijn we hetzelfde. Als we allemaal het zijnsniveau kunnen bereiken. Als we allemaal dat gewaar zijn, gelukzaligheid kunnen bereiken. Dus hij zegt, wij zijn het zijnsbesef. En ons doel is om, hij heeft niet heel veel over lichaam, maar hij heeft meer over mind. Hij zegt, we moeten dat denken, de mind, oplossen in onszelf. Dus vanuit onszelf, vanuit ons zijnsbesef, zouden we de mind moeten kunnen aansturen. En zou de mind zo kunnen oplossen in onszelf. Hij zegt dat laten rusten in het hart, naar binnen gericht. Dan wordt het zelf zichtbaar. Dus we moeten de mind overstijgen. We kunnen de mind overstijgen door bij het zijn terecht te komen. Dus we kunnen de mind oplossen. En dat wordt wel overstijgen van de mind genoemd. We kunnen dat bereiken. Zonder ego. Dus als het zelf stil wordt, wordt alles stil. En kun je waar dan ook wonen. Dus dat is ook weer de samenwerking, hè, tussen geest en zelf. Dus onze mind moet eigenlijk alleen maar denken aan het zelf. Dan ben je met zelfonderzoek bezig, noemt hij dat ook wel. Dus constant maar naar het zelf toekeren, constant maar naar het zelf toekeren. Zorg ervoor die samenwerking, dat je ook altijd bij God bent, noemt hij dat. Maar ook dat je inderdaad die mind oplost. Dus je gaat vanuit het zelf, ga je de mind aansturen, in plaats van dat de mind jou aanstuurt. Want daar wil je in principe niet heen. Je wil dat jij vanuit het zijn de mind aanstuurt. Want dan heb je veel minder dromen. Je mind werkt veel efficiënter. Je bent veel helderder van geest. Dus die mind aansturen vanuit het zelf. En met die mind weer altijd naar het zelf gaan. Dus het is ook een wisselwerking, hè, tussen die geest en het zijn. Het is een moeilijke samenwerking die je echt even onder de knie moet krijgen om spiritueel te kunnen groeien. Als iemand het zelf stil wordt, dus als hij zelf vindt en zelf stil wordt en peace voelt van binnenin, dan kun je wonen waar dan ook. En dat is een beetje een lullige tussenzin, of een opmerkelijke tussenzin, maar wat daar bedoelt hij, als je overal naar het zijn kan terugkeren, dan kan je overal waar dan ook wonen. Dat betekent dat je eigenlijk overal thuis bent. Dat is interessant, hè? Je kan overal wonen op de aarde, maar je bent overal thuis. Je voelt je overal thuis. En waarom? Omdat je hier het zijn hebt. En de link is dat ik heel veel zie dat heel veel mensen heel driftig reizen. Die gaan overal heen. Elk stadje moet maar bezocht worden. Elk land moet bezocht worden. Weet niet hoeveel duizenden reizen staan er gepland. Maar die zijn eigenlijk ingegeven vanuit ego. En telkens maar zoeken naar nieuwe externe prikkels. En op het moment dat je het zijn vindt, dan ben je ook heel erg tevreden waar je nu woont. Je hoeft niet telkens maar weer externe prikkels op te zoeken om voldoening te krijgen. Dus dat is wat ik waarneem bij mensen die heel veel reizen. Die moeten telkens maar weer een prikkel hebben daar en daar en daar. Maar juist door dat zijn kan je overal wonen, kan je overal tevreden zijn. Maakt niet uit in wat voor omstandigheden je terechtkomt. Als je dat zijnsniveau, als je dat zijnsbesef maar kan vinden. Ja. Op bladzijde 16 heeft hij nog wat moois opgeschreven. En enkel door Gods aanwezigheid, dus hij stelt eigenlijk het zijn gelijk met God, straalt de zon warmte uit, waardoor de lotus kan bloeien. De mens werkt en rust erna. Dus het is ook een werkproces. Dat is wat hij hier aangeeft. Je kan werken en rust erna. Dus het is inspanning en weer loslaten. Die dynamiek zie je telkens weer terugkomen. Hè? Dus je kan pas iets bereiken als je ook inspant. Dus het is werken en daarna rusten. Het is als een naald die naar een magneet gaat bewegen, noemt hij dat.
Dus je gaat er naartoe en je gaat er weer een beetje van af. Dus het is inspanning en ontspanning. Het is contractie, expansie. Dat is het moeilijkheid van spirituele groei. Heel veel mensen hebben het alleen maar over loslaten, loslaten, loslaten. Maar je zal echt moeten inspannen. Osho schrijft ook in zijn boeken om iets te kunnen bereiken. Je moet telkens met je mind naar het zelf gaan. Je moet telkens met die gedachten bij het zelf zijn. Dan pas zou je het zelf kunnen voelen. En dan pas zou je die lijn kunnen vasthouden met alles wat je doet. Dus het is een samenwerking tussen die mind en het zelf. Het is werken, inspannen en rusten. Het is inspannen en rusten. Het zal altijd die beweging zijn om verder te komen. Overgeven aan God is eigenlijk permanent in het zelf verblijven. Dat is overgeven aan God, niets anders. Permanent in het zelf verblijven. God draagt zo de last. Dus als je in het zijn zit, draagt God de last. De last. Ongeacht welke last of zorg aan God wordt gegeven, hij zal ze dragen. En dat is mooi, hè? We weten dat de trein alle vracht vervoert. Dus waarom oncomfortabel zelf onze bagage blijven dragen, in plaats van deze neer te zetten als we eenmaal in een coupé zitten. Dus onze bagage, onze last die we hebben, ons verleden, onze karma's, kan je overgeven aan het goddelijke. Kan je overgeven aan het zijn. Dus die kan je allemaal kwijt daar. Dus dat is jouw steun. Die horizontale lijn, die S-lijn hier, naar de zijkant, naar je kruin. Dat bewustzijn wat je daar voelt, dat is jouw steun. Je kan er alles in oplossen. Dus dat is wat hij hier schrijft. En iemand die afval wil weggooien, hoeft niet eerst te analyseren. Dus je hoeft niet eerst al je karma's, je negatieve karma's te analyseren. Wat er allemaal is gebeurd in het verleden. Nee, het komt op. Fijn. Je onderdrukt het niet. Het komt op. Maar je geeft het over aan het goddelijke. Je geeft het over aan het zijn. Poef, daarheen. Daarheen, daarheen. Zo verwerk je al je karma's. Zo verwerk je al je verleden. Zo kom je vrij van je verleden en van je negatieve gevoelens over bepaalde dingen uit het verleden. Om weer te mediteren, om weer te contempleren, om weer naar dat zijnsbesef te gaan. Dus het is afval, niet analyseren. En dat is ook de grootste kritiek van Osho en Ramana Maharshi op de psychotherapie. Die gaat altijd maar naar die denkkamer toe. Altijd maar naar dat rationele toe. Van we gaan het in de mind zoeken. Wat er is gebeurd. We gaan het over hebben. Blablabla. Maar nooit van hier afval. We gaan naar het zijn. We lossen het daardoor op. Dus eigenlijk dit is wat er achter schuilt. Als laatste. Het was echt een heel kort boekje hoor. Het was 23 pagina's. Maar wel wijsheid denk ik. Eigen pad. Volg je eigen pad. Niet telkens maar één leraar of één iemand, maar ga experimenteel op zoek. Dat is ook wat Osho inderdaad zegt. Ga bij verschillende leraren langs, lees verschillende boeken. Ga zo op een spirituele zoektocht uit. Ieder draagt zijn eigen kruis. Ieder draagt zijn eigen kruis. Dus iedereen moet ook maar zelf die last dragen en dan overgeven aan het zijn. Maar iedereen moet het maar ook zelf dragen. Want dat is het grootste bezwaar van religies. Als je maar gewoon de Bijbel pakt, of je pakt de Koran, of je pakt een boek en je gaat zelf lezen. En je doet alleen maar dat, dan ben je eigenlijk aan het geloven. En dan ben je niet experimenteel bezig. Je moet verschillende bronnen hebben, verschillende informatie. En zo je zoektocht verrichten. Dat is religieus zijn. Religieus zijn is zoekende. Is experimenteel zoekende. Dan ben je verschillende bronnen, bij verschillende leraren. Dat is religieus. Religiositeit. Dat is spiritueel bezig zijn. En niet alles maar klakkeloos aannemen van iedereen. En er niet zelf over nadenken en uitproberen. Dus nadenken, maar ook trial and error toepassen. Dus dat is als laatste wat hij ons wil meegeven. Dus wie ben ik? We zijn ons gewaarzijn, we zijn ons bewustzijn. We zijn onze consciousness en niets anders. En daardoor zijn we toch allemaal een beetje hetzelfde met z'n allen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende boekbespreking. Hoi hoi!